Answer is Bob Marley featuring Lauryn Hill. I want to give you some good love. Okay, we gaan terug. Mafi. Yes. Je praat fel, man. Maar milo ben. Ja. Ik probeer fel te zijn. Ik dacht dat ik fel was. Maar weet je wat het is? Kijk, waarom zei ik het? Ik maak er eigenlijk een grapje van. Maar weet je wat dat eigenlijk is, Maf? Takan. Mensen zeggen mij soms ook, Roem, hoe kan je die parlementariërs vragen stellen? Of hoe kan je de dingen zeggen die je zegt? Maar wat ik de mensen dan terugvraag, is van, zeggen de overheidsfunctionarissen zelf niet dat we in een vrije democratische staat leven? En dat heb je toch, vrijheid van meningsuiting? Ik bedoel, ik gebruik die krachttermen, al zou ik dat doen, precies. Mag. Ik bedoel, het is mijn God gegeven recht. Niemand heeft me mijn schmand gegeven, toch? Dus ik mag het gebruiken hoe ik wil. Niet omdat ik bepaalde woorden uitlaat, wil dat zeggen dat mensen dan het recht hebben om dan een rechtszaak tegen me aan te spannen of om me op te sluiten. Ik bedoel, wat is dat nou? Dat is censuur, noem men ja, dat. Ja, precies. En dan liever dan in de tijd van de inquisitie weer. Precies. Toch? Dus het is natuurlijk gezond om gewoon te kunnen zeggen wat je wil. Maar natuurlijk, wanneer je oplossingsgericht bezig bent, dat is wel... Wat we proberen vast te houden hier, is dat je argumenten wel altijd op basis is van logica, reden, feitelijke gegevens en effect. Wat voor effect krijg je eruit? Is het oplossingsgericht? Heb je alle elementen die van belang zijn binnen dat kader? Heb je ze in kaart gebracht? Heb je gerelativeerd? Heb je geanalyseerd? Maar je moet dan wel in staat zijn te kunnen zeggen wat je wil zeggen. Je moet de dingen, het is net een auto. Als een auto... Begint te stotu. Is dat toch? Precies. Je bent verplicht te gaan kijken. Als je moet vervangen, moet je vervangen. Als je moet veranderen, moet je vervangen. Maar je kan het niet doen. Want wat beseft men vaak niet? En dat heb ik laatst ook aan studenten gezegd. Wanneer een leerkracht jou beledigt. En jij dat pikt. Dan keur jij dat goed met jouw stilte. Jouw stilte is hun kracht. Ja. En als jij nu jezelf zo laat trainen. Ben je nog erger wanneer je uiteindelijk in die maatschappij komt. Want dan is het voor je, dan is het voor je leven. Dit precies. Is voor een cijfer. En we zien dat die training, het lukt. Het lukt. Ja, het lukt. Het lukt. Dus, en waarom ik je dit zeg? Is dat... Ik heb al een aantal parlementariërs in de studio gehad. Ik moet wel zeggen, ze zijn flexie geweest tot nu toe. Hoor. Sportief, niemand is boos geworden. Alhoewel ik heb vanmorgen iets meegemaakt, maar ik zal het niet in de eten gooien. Heel amusante ervaring met de parlementariër. Maar goed... vind jij die uitspraak terecht wanneer de parlementariërs zeggen, ja, het volk wil het zo. Heb jij het idee dat parlementariërs weten wat het volk wil? Nou, ze kunnen onmogelijk weten wat het volk wil, want het volk is een abstract idee. Hè? Wat je hebt is individuele. Ja? Groep is ook een abstract idee. Ik zeg niet dat we die woorden niet moeten gebruiken, of die ideeën niet moeten gebruiken, of dat ze niet nuttig zijn. Het is nuttig, hè? Het heeft een nut. Wanneer je zegt, er is een groep daar. Maar wat bedoel je precies met een groep? Je bedoelt een verzameling van individuelen. Dus wanneer ze zeggen, het volk heeft geen stem. Waar is het volk? Kan ik praten met het volk? Nee, ik kan praten met individuelen. Ik kan praten met verzamelingen van individuelen. Maar het volk is een abstract idee dat ze steeds gebruiken. Alsof je gewoon kan praten met het volk en je kan weten wat het volk wil. Alsof het volk een persoon is of zo. Nee, je hebt individuelen in de maatschappij. En één persoon kan nooit weten. Eén persoon of een gecentraliseerd instituut of orgaan kan nooit alle kennis hebben van de verzamelingen van de verzameling van individuen. Van individuen binnen een land of binnen een bepaald gebied. Het is onmogelijk. Waarom ik deze vraag ook stel, omdat ze dus vaker zeggen, en ik las laatst in de krant ook iets over minister Permisser, iets over zijn toelating, ik heb het in half gevolgd hoor, iets over zijn toelating ergens. Heb ik gemist. Een internationale organisatie, anyway, zijn toelating... Is niet UNASUR? Ik weet niet. Oké. Laten we niet speculeren. Het werd de eerste instantie werd het geweigerd. En de mensen waren dus boos. Toch?
of ik weet niet wie boos was, maar er staat dus als headline in de krant staat er Suriname is boos. Dat bedoel ik, zie je? Dus daar gaan we weer. Ja, maar dus wat me opvalt is dat mensen altijd, dus dat enkelingen zich vereenzelvigen met de totale gemeenschap en dan ervan uitgaan dat wat zij zeggen namens de hele gemeenschap precies. Is. Precies. Maar ik was niet boos. Was jij boos? Nee, het kan me geen moer schelen wat meneer Parmes... Oh, excuses. Het kan me niet schelen wat de heer Parmeser doet. Serieus. Ja. Serieus. Ja. En nogmaals mijn excuses. Ja, no. Ja, ik bedoel, kan gebeuren. Ja, maar, ja. Maar... Nee, maar dus ik vind het ook steeds een rare uitspraak. Ja, omdat dat vond ik wel. Ik noem het, dit is die Babylonische spraakverwarring, hè. We praten over dingen, maar we denken niet erover na. En ook de krant is medeplichtig, media is hier aan medeplichtig, wanneer we zeggen het volk dit, Suriname dit, de gemeenschap dat, de maatschappij dit. Ik zeg niet dat je die dingen niet moet gebruiken, maar wanneer je het gebruikt, dan moet je weten hoe. En als we zien hoe politici die dingen gebruiken, toch, dan zien we dat net als wat je zegt. Ze nemen hun mening en dan projecteren ze het op een groep individuelen. Dan zeggen ze, ja, maar die groep individuelen vindt ook dat wat ik zeg goed is. Terwijl, je hebt ze niet gevraagd. Je hebt niemand geraadpleegd. Jij praat gewoon. Jij zegt gewoon iets van jezelf en je doet alsof iedereen ermee eens is. Maar dat hoeft niet waar te zijn. En het is een heel goede tactiek als je politiek wil voeren. En als je bezig bent met mensen die geen reden weten te voeren, dan is het heel makkelijk om mensen op zo'n manier over te halen. Maar het is heel manipulatief. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Laten we naar een ander item. Ik weet niet of je dat interview met korpschef Jalipsi had gevolgd. Ja, ik heb alle interviews gevolgd. Oh, geweldig. Ik ben een freedom fiber. Ik weet niet of dat een woord is of zo. Ja, ik denk maar, vanaf nu wel. Ja. Maar ik vind je programma heeft een toegevoegde waarde aan mijn leven. Mm. Het heeft, hey, ja. Thanks. Ja, thanks. Man. Daarom luister ik ernaar. Daarom ben ik ook hier. Mm. Isabita. Nice, mm-hmm. Nice, man. Ja. Oké, wat ik had korpschef gevraagd over bijvoorbeeld het recht van zelfverdediging, hè? Precies. Want het bleek dat ik heb boze reacties gehad, dus niet op mij, maar op zijn antwoorden. Ja. Omdat mensen vinden van dus wat, het korps is er om de burgers te beschermen. Mm-hmm. En de heer Pirkan zei het ook laatst. Hij zei van kijk, als het goed zou gaan, dan zou je niet steeds horen, zet die vereiser. Dan hoor je later, zet camera. Dan hoor je later, doe dit. Als het goed zou gaan, dan zou je eigenlijk horen, haal je camera weg. Precies, ja. Die vereiser, ja, is logisch. Dus, en het is natuurlijk ook wel wat de wil is. Maar het korps alleen, kijk, zo realistisch ben ik ook. Mm-hmm. Het zijn ook burgers. Hè, en zij bepalen het beleid niet. Dus Milo, laat dat duidelijk ja, zijn. Toch? Dus ik probeer dat niet uit het oog te verliezen. Maar het korps alleen kan het criminaliteitsvraagstuk niet oplossen. Nee. De wetgeving moet erop aangepast worden. En daarop aansluiten. Echt de wil om armoede echt te bestrijden. En dan hoor ik ook, ja, maar armoede geeft je geen recht om crimineel te worden. Nou, klopt aan de ene kant, maar aan de andere kant. Wanneer je honger hebt. Ja. Je hebt kids, of je hebt geen kids. Misschien heb je een broer of zus, maakt niet uit, maar je hebt honger. Toch? Dan kan je schelden op die kwaaimang. En op een gegeven moment, wanneer hij ziet van Assa en Waka. En hij kan het nog 3, 4, 5 keer gaan doen. En hij kan in plaats van een broodje nu plotseling een auto gaan kopen ermee. En het werkt, want dat andere werkt niet voor hem. Maar wat denk je dat gaat gebeuren? Dus we vergeten vaak dat wij mensen onze eigen samenleving creëren. Precies. En die regels en procedures die wij met goede bedoelingen implementeren, hebben een bepaalde uitwerking, ze hebben weer bepaalde effecten. Ja. En wanneer je ziet dat er armoede ontstaat, wanneer je ziet dat er criminaliteit ontstaat, dan moet je wel nagaan dat iets niet klopt. Want en dat heeft dan weer verband met die sociale wetten bijvoorbeeld, weer belastingen. Sociale wetten, want mensen houden gewoon minder over op een gegeven moment. Precies. En die prijzen gaan omhoog. Precies. Want die werkgever moet
die kosten die voor hem verhoogd zijn, moet hij nu gaan doorbreken. Ja. Dat is het product. Hey. Toch? Dus al die effecten ontstaan. Mm-hmm. En wat men ook schijnt te vergeten, ik heb het al een paar keer verteld hier. Ik ga het even nog een keer vertellen, Ormaf. Ja, vertel niet, vooral voor de jonge luisteraars, heel belangrijk om te weten. Het belastingstelsel is niet ontstaan op grond van verplichtingen. Dus tijdens de periode, het is bij de grotbewoners al ontstaan, waar je de sterke jagers had. Je had vrouwen die heel goed waren. Arbeid voor hun niveau, Isabi toch? Voor hun ontwikkeling. Ja. En je had de groep die gewoon zwak was. Ze konden bepaalde dingen niet. Die groep die zwak was, die regelde gewoon, ze maakte bijvoorbeeld de tafel gewoon even schoon. Ze regelde gewoon alles, dat wanneer de buit naar binnen kwam, de jachtbuit naar binnen kwam, dat dingen vlotter konden lopen. En iedereen had iets aan elkaar, want het was een kring. Precies. Okay. Maar er was geen verplichting. Precies. Het was facilitering. Ja. Als je nu praat over belasting, dan moet je zeggen, oké, belast, maar wie is belast? Zij zijn belast met verantwoordelijkheden. Ja, ja, ja. Ja. Maar je kan mij niet verplichten dat geld af te staan, man. Ik werk ervoor. Dus één. Mm-hmm. Twee, als we kijken naar de Sumerische beschaving, de Romeinen, de Grieken, de Sumerische beschaving was begonnen met de goden. Dus ze begonnen te zeggen dat de goden hadden gezegd dat mensen verplicht waren belasting te betalen. Genghis Khan, ja, die deed dat volkerenmoord, sorry. Yeah. Die genocide. Genocide. Mm-hmm. En degene die over die in leven bleef, nou, die moesten hem verplichten. En dat, zo heette het toen, veroveraars belasting betalen. Met andere woorden, je geld of je leven. Mm-hmm. Dus in ruil voor hun leven moesten ze. Dus ze betalen gewoon letterlijk om hun leven te En we zijn geen meter opgeschoten sindsdien. Nee. Want geen meter. Het heeft nu gewoon een andere vorm. Ja. Toch? Dus En criminaliteit en bescherming, recht op je eigen leven, dat is ook heel belangrijk. Vandaar dat ik de korpschef ook had uitgenodigd. Hij is heel open geweest, hij heeft antwoorden gegeven. Sommige mensen begrepen het, sommige niet, sommige zijn heel boos geworden. Maar wat vind jij van het punt van dat je bijvoorbeeld geen gouden ketting meer... Kijk, één kant, laat me het even goed uitleggen. Ja. Ik begreep hem wel aan de ene kant waar hij zei van, als je in een bepaalde buurt loopt, of je loopt met een dikke ketting. De realiteit is dat er junkies rondlopen. Ze denken niet aan, ze trekken het, ze steken. Dat klopt. Begrijp ik ook. Dat klopt. Begrijp ik ook. Kan daarmee. Maar aan de andere kant, als het beleid goed is uitgestippeld, dan is het wel van die aard dat jij als burger werkelijk gewoon vrij kan. Want waarom kan het wel bijvoorbeeld in die Letland of in die Noorslanden? Die mensen, die agenten lopen niet eens met vuurwapens op straat. In Engeland ook toch? Lopen met een fluit. Of liepen met een fluit. Ik weet niet als ze het veranderd hebben nu. Maar er was een tijdje dat ze noemden ze bobbies. Dan, daar renden ze achter je gewoon met een fluit. Prrrt, stop, Isabito. Ai. Nee, maar dus... Maar hier schieten ze op je. Ja, nee, begrijp. Ze rennen hier niet. Nou, begrijp pas aan dat. Maar je moet begrijpen, kijk. Als je een volk hebt die zichzelf niet kan beschermen. Dan gaan we moeten rekenen op instanties als de politie om zichzelf te bewapenen. En we zijn vanaf de koloniale tijd, hebben we als volk onszelf nooit leren beschermen. En de heer Chimlipsi zei dat jouw veiligheid jouw verantwoordelijkheid is. Ja. En hij heeft 100% gelijk. Maar dat zou zijn van noodzaak, zei hij. Ja. Maar dat zou ik nogmaals de heer Chimlipsi willen vragen, toch? Kijk, de heer Chimlipsi, hij kan alle middelen inzetten. Hij heeft zijn pistool. Isabito, hij kan dievenijzers zetten, hij kan camera's zetten en als iemand in zijn huis is, heeft hij nog altijd zijn pistool om zichzelf te beschermen. Oké? Maar jij als burger moet de regering gaan bedelen voor een wapenvergunning, zodat jij jouzelf kan beschermen als hoe jij dat vindt. En daar vind ik dat we fout gaan. Vind ik dat de regering pistolen moet uitdelen of wapenvergunningen moet uitdelen aan mensen? Nee. Want dat is wat mensen altijd zeggen. Ja, iemand dat allemaal moet zeggen. Nee, ik vind niet. Ik vind dat mensen het recht hebben om zichzelf te beschermen als hoe zij dat vinden. En we moeten onszelf afvragen. Is die vereiser genoeg? Is een camera genoeg? Korpschef had ook gezegd. Mm-hmm. Je kan ook met de houwer enorm veel schade. Oké, dus dit bedoel ik. Hij wil voor jou bepalen hoe jij jouzelf moet beschermen. En daar gaan we fout. Ja, want hij gaat geen houwer gebruiken. Laat me je een voorbeeld geven. Die man met die houwer. Die een politieagent laatst. Hij wou een politieagent doodkappen, toch? Mm-hmm. Hij wou die politiestation van de bikers. Wou je in brand steken, toch? Ja.
Hij was, hij had het duidelijk gemunt op, op de politie. Mm-hmm. Weet je waarom ik dat zeg? Hij rende achter, de beelden waren er, nogmaals, van privé-eigenaren. Ja, we hebben geen camera's nodig van de regering. Er zijn genoeg camera's in de stad van privé-eigenaren. Van die winkel, toch? Je ziet hem rennen achter die man met een hoor, toch? Er was een vrouw vlak daar. Het was niet of een man, ik weet niet. Hij heeft ze gewoon met rust gelaten. Want hij had het gemunt op die politieagent. Goddank dat die politieagent een pistool had. Maar stel je voor, hij had het gemunt op ik moet maximale schade aanrichten. En hij begon die persoon voor die winkel daar te kappen. Hoe moet die persoon zichzelf beschermen? Ja. Dat bedoel ik. En dus vraag, dat, ja. Daarover heb ik het. Kijk, je hebt de politie... het eigenlijk over empowering. Dus dat je ik heb het over voorhand, kijk, wetten, onverantwoordelijke burgers houden zich niet aan wetten. Dus wanneer jij een wet maakt, gaan verantwoordelijke burgers zich daaraan houden. Een crimineel gaat niet zeggen van, ik moet een wapenvergunning hebben, want nu aan doen een roof. Hij gaat die pistool gewoon kopen, waar hij het kan vinden. Maar jij als verantwoordelijke burger, jij zegt van, nou, mino, maar ap wan go, jongen. En het is te veel moeite. Isabi toch, mo arki meneer Chinlipsi, mo ap wan oru in mi osso. Maar kan je een houwer brengen naar een gunfight? Nee, je kan geen houwer brengen naar een gunfight, dat zeg ik. Dus dat is mijn heel ding. Kijk, in een poging om iets goeds te doen. Je wil geen wapens zomaar hebben op straat, begrijp ik helemaal. Maar dan moeten we begrijpen dat criminelen geen rekening houden met een, hoe heet het? Ze houden geen rekening met de wet. Ja, dus wat je doet is je maakt een, hoe heet het? Je maakt slachtoffers van verantwoordelijke burgers, want ze houden zich aan de wet. Een verantwoordelijke burger gaat naar de regering gaan, hij gaat zijn wapenvergunning aanvragen en hij krijgt het of hij krijgt het niet. Een onverantwoordelijke burger doesn't care, hij gaat zijn wapen gewoon halen hoe hij vindt of wat, ja. En dan gaat hij jou als verantwoordelijke burger, waarvan hij weet dat hij een man is nu opgong, want hij is een verantwoordelijk man, gaat hij jou aanvallen. Dus in een poging om iets goeds te doen, creëer je, dit is een van die slechtere waarover ik het heb, hè. Dit is een slecht. Noem, het is niet een goed. Het is een slecht die de regering heeft gecreëerd. Ik noem het slachtofferontwapening. Je creëert slachtoffers van verantwoordelijke burgers. En dat is niet een situatie die je wil hebben in een vrij land. Je wil hebben dat verantwoordelijke burgers zichzelf ook moeten kunnen beschermen. Nou, zeg ik dat er geen wapenvergunningen moeten zijn? Nou, kijk, in mijn ideale wereld zou ik het liefst dat hebben. Maar we leven niet in mijn wereld. We leven niet in mijn hoofd. Er zijn wetten voor wapenvergunningen. Oké, ik zeg niet schrap die wetten. Wat ik zeg is dat de verantwoordelijke burgers moeten vragen om die voorwaardes voor een wapenvergunning weg te halen. Dus we moeten kijken naar de basisvoorwaardes dan. We moeten niet 5000 voorwaardes hebben. Ja? We moeten het makkelijker maken voor verantwoordelijke burgers om zichzelf te kunnen beschermen als hoe zij vinden. Kijk naar die mensen die waren verbrand laatst in een huis met die verijzer. Ze hebben hun huis te goed beveiligd. Laatst op Apinti, een dame komt uit Holland, Miss Kitty. Ze is aangevallen in dat huis ook waar ze 10 oktober of zo is ze gekomen. Ze is aangevallen in dat huis waar ze op vakantie komt. En ze heeft zelf gezegd van ja, dat huis is goed beveiligd. Maar het is zo goed beveiligd dat je zelf ook niet eruit kan. Dus we moeten onszelf afvragen. Is die vereiser? Is een camera genoeg? Ik heb een mixtape gemaakt, Manu Messi. Ik weet niet als je weet wat Manu Messi is. Een brief van Manu Messi is een acte van invrijheidstelling van een slaaf. Ja, dus dat woord manumissie al zelf zegt het al. Ik was altijd about vrijheid. Ik heb manumissie deel 1 gemaakt en manumissie deel 2. Ja, als je wil horen hoe ik denk over bepaalde dingen, kan je naar manumissie luisteren. Maar wat ik nu probeer te doen, ik probeer gewoon muziek te maken die mensen leuk vinden. En interviews te krijgen en in die interviews kap ik deze heights met mensen. Dus je hoeft niet te verwachten van mij dat ik... een pro dit of pro dat of anti dit, anti dat liedje gaan maken. Ik maak gewoon liedjes die mensen, waarna mensen kunnen luisteren. En als je met me wil praten, ik ben approachable. Isabito, je kan met me praten about anything. Ik ben gewoon op de straat. Dus dat is hoe ik mijn aanpak doe.
Ja, nee. Thank you voor het hebben van dit programma, Isabito. En dit biedt mij een kans om mijn mening te kunnen uiten, Isabito. En ik waardeer het echt, Isabito. Echt serieus. Ja, thank you, blood. Isabito. We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Het enige wat ik nog wilde doorgeven, wat heel belangrijk is. Maf zei het ook al, hij legde iets uit van pro dit, pro dat, anti dit, anti dat. Freedom Vibes is niet gericht op het pro zijn of anti zijn van wat dan ook. Er is ook geen politieke kleur verbonden aan Freedom Vibes. We zijn gewoon voor vooruitgang en vrijheid. We zijn niet tegen mensen. Maar soms kan je er gewoon even niet omheen. Omdat mensen het systeem de mensen. Dus soms moet je gewoon even uitspraken en handelingen van mensen aanhalen. Maar het is niet dat we mensen aanvallen of zo. Absoluut niet. Ik hoop dat het programma informatief genoeg geweest is voor jullie. Jullie kunnen ons checken op Door de Burger, Voor de Burger Facebook. Ik groet jullie. En ik zal zeggen, fijne werkweek. Ik ben Romy Knoppel, dus Freedom Vibes. Ciao, ciao. Voor wakker mensen, zei je doe. Ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom Fight, via de ether je geheugen binnen. Cheer, yeah. Freedom Fight. Onafhankelijk zijn. Freedom Fight. Vrijwillig geïnformeerd. Freedom Fight. Vrijdenken. Freedom Fight.